je bent bezig met een nieuw album. Ja, ik ben bezig met een nieuw album, Nederlandstalig. En die komt 8 maart komt die officieel uit. Dan ga ik hem dus presenteren in de Brabanthal in Den Bosch, samen met het lijforkest. En bij deze nodig ik jullie eigenlijk ook uit, want ik verwacht daar toch wel heel veel mensen die van het Nederlandstalige muziek houden. En ja, jullie kunnen daar natuurlijk uiteraard je eigen vertegenwoordigen, dus bij deze zijn jullie uitgenodigd. En ja, live met orkest, toch wel een paar collega-artiesten, ik ga nog geen namen noemen. De kaartverkoop loopt op dit moment best wel goed en er zijn zelfs mensen van andere plaatsen die met bussen willen komen. Dus ja, dus het begint nog een beetje uit zijn voegen te groeien. Dus vandaar dat we ook van locatie veranderd zijn. Vandaar dat ik ook voor de Brabanthal heb gekozen. Brabanthalle is het eigenlijk, maar ja, houden we maar gewoon bij Brabanthal even voorlopig. Met alle twee de benen op de grond blijven. Maar wel omdat we daar dus kunnen expanderen. Ja, voor hetzelfde geld is het die dag, bij wijze van spreken, mooi weer gaat iedereen naar het strand. Maar bedoel, laten we ervan uitgaan dat de mensen toch wel van het Nederlandstalige muziek houden. En ja, de laatste tijd ben ik toch in Den Bosch toch ook wel best wel een veel gevraagde artiest. Dus vandaar dat ik ook voor Den Bosch heb gekozen. Dus. Ik probeer natuurlijk wel met mijn album mensen zeg maar te bereiken. Want dat doe je met een album, dat doe je met een foto. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik daar ook nog mensen mee zou raken. En dat is natuurlijk omdat het Nederlandstalig is. De mensen weten, de mensen, ja, het is allemaal veel directer. De mensen voelen wat je zingt, de mensen horen wat je zingt. En ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen teksten ook zelf. Dus bij mij zit er altijd wel een verhaaltje achter. Dat is altijd toch wel op waarheid berust. En nou ja, op waarheid berust. De mensen kunnen zich daarin vinden. Ja, als ik een liedje over mijn vader schrijf, dan zijn altijd wel mensen die zeggen, zo heb ik het ook ervaren. Dus dat is Nederlandstalig. En dat kan ik natuurlijk van TV Oranje ook heel erg waarderen. Ik bedoel, het maakt niet uit wat het is. Want dat vind ik eigenlijk wel het mooie van TV Oranje ook. Nederlandstalig, maar dan ook alles.